De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, twijfelt aan de uitvoeringscapaciteit van de nieuwe valutawet. In een 3-pagina's tellende brief vroeg hij op 23 maart aan president Desi Bouterse om de wet niet af te kondigen. Volgens Roemer zal deze wet niet kunnen zorgen voor ordening van het valutaverkeer. Daarnaast holt de nieuwe wet de positie van de moederbank uit en is ook in strijd met andere wetten. Volgens de nieuwe wet moet er een toezichtsorgaan worden ingesteld en wordt de centrale bank slechts een werkarm van dit orgaan. Ook benadrukt Roemer, net als de bankiersvereniging, dat de wet die uiteindelijk in het parlement is aangenomen een heel andere is dan de tekst die voor commentaar is voorgehouden aan de Centrale Bank van Suriname. In tegenstelling tot Roemer vindt NDP-parlementariër Amsat Abdul, tevens initiatiefnemer van de wet, dat de zogenoemde valutawet wel werkt en vooral de kleine man tegemoet komt. Inmiddels meldt het Nationaal Informatieinstituut dat nu de valutawet van kracht is, de ondernemer Chotilal niet meer belast zal worden met het beschikbaar stellen van valuta aan importeurs. Dit vanwege de ordening die de wet moet brengen in het valutaverkeer en transactiekantoren. Importeurs worden voortaan via de centrale bank voorzien van de nodige valuta.